Goedemorgen, welkom bij de eerste uitzending van een nieuw seizoen Vrouw Zijn. Veel nieuws dit jaar, zoals mijn gezicht. Ik ben Marion Luttke en ik ben uw presentatrice. En dan de prachtige balzaal van Paleis het Loo, waar we te gast zijn. Daar hebben we nu... Ze spelen zigeunermuziek uit alle delen van de wereld. Het kwartet bestaat uit Fabie Lavertin, gitaar. Martin Limberger, slaggitaar. Simon Planting, bas. En Frank van Oosterhout op de drums. Ze spelen voor u van hun laatste cd, het nummer Begin the Begin. U heeft tot nu toe veel...
deze soepele slag. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Vrouw Zijn. Vandaag alweer de tweede uitzending van het nieuwe seizoen. En we hebben vandaag een onderwerp dat u waarschijnlijk allemaal van tijd tot tijd bezighoudt. Onze reportage gaat over een bijzondere spelweek voor kinderen die afgelopen zomermaanden werd georganiseerd. En natuurlijk hebben we ook ons vaste huisorkest, maar nu onze eerste gast. Als meisje van 15 jaar begon ze aan zichzelf te twijfelen en heel onzeker te worden. Het gevolg hiervan was dat ze maandenlang niet meer at en later juist weer heel veel, maar het daarna weer uitspuugde. Ziektes die we kennen als... Thank you.
Caroline, we praten nog even verder. Op een gegeven moment had je door... Goedemorgen, hartelijk welkom bij Vrouw Zijn. Vandaag gaan we in ons programma praten over levensfase van de vrouw. En dan denken we bijvoorbeeld aan puberteit of de overgang waar zoveel over gesproken wordt. Onze eerste gasten zitten inmiddels al aan tafel, ik ga naar haar toe. Verleden week donderdag werd in de dierentuin... Judith Richter... Nou, u weet, publieksgesprek, gesprek met het publiek is inmiddels een vast onderdeel van het programma. En wie van het programma elke uitzending geeft ook een... Goedemorgen, hartelijk welkom bij Vrouw Zijn. Vandaag gaan we het hebben over prioriteiten stellen. Omgaan met je tijd, hoe breng ik orde in mijn leven? Al deze zaken komen aan de orde. Daarover zijn ook heel veel boeken geschreven. Schrijfster van een van die boeken is Toos Rozies. En met haar praat ik over het stellen van prioriteiten in haar leven. Goedemorgen, Toos. Goedemorgen. Goedemorgen.
We gaan eruit met het Fapila Vertain Quartet. Zij spelen het nummer China Boy. Maar blijft u vooral kijken, want op de aftiteling is nog informatie voor u te vinden. Volgende week zijn we er weer. Dan met het onderwerp omgaan met geld. Graag tot dan. Dan is het nu weer tijd voor de...
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Hij denkt dat zij denkt dat hij weet wat zij voelt. Mannen zijn anders dan vrouwen. Godfried Boman zei al eens, het aardige tussen man en vrouw is dat ze niets van elkaar begrijpen. U begrijpt het waarschijnlijk wel, ons onderwerp vandaag, de verschillen tussen mannen en vrouwen. Het onderwerp schoonfamilie, leuk of lastig, graag tot dan. Thank you.
Kerstmis is het meest gevierde feest ter wereld. Vandaag een speciaal programma met kerstmuziek en verschillende gasten. En ondanks de voorbereidingen die u waarschijnlijk voor die kerst heeft, een goedemorgen en van harte welkom bij Vrouw Zijn. Kijken naar de aankondiging voor een aantal vrouwendagen. Ik wens u hele gezegende kerstdagen en tot volgende week, tot Oudejaarsdag. Goedemorgen. Voor de laatste maal in 1992, welkom bij Vrouw Zijn. Ja, Oudejaarsdag, zo'n laatste dag, dat stemt mij nog wel eens tot nadenken en terugkijken naar het afgelopen jaar. Ook in dit programma wil ik dat met mijn gasten doen, terugblikken op 1992 en vooruitkijken naar het komende jaar. Hij was 25 jaar predikant. Tafel twee vrouwen aan. Namens het Vrouw Zijn team een goede jaarwisseling toe en tot volgend jaar. Thank you.
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Namens ons hele team wens ik u alle goeds voor dit komende jaar toe. Natuurlijk ook onze trouwe kijkers in België. Ja, 1993, het is alweer 10 jaar geleden in 1983 dat het jaar van de Bijbel was. En in Nederland is sindsdien het Bijbelbezit toegenomen, maar het Bijbelgebruik helaas sterk afgenomen. 2/3 van onze Nederlandse huishoudens heeft een Bijbel, maar meer dan de helft leest er nooit in. De Bijbel, wat moet je ermee? In de Vrouw volgende week weer. Graag tot ziens. Ik weet niet of u wel. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Als je als echtpaar ontdekt dat je kinderloos wilt blijven, hoe reageer je dan? Hoe verwerk je pijn en verdriet en hoe ga je verder? Kinderloosheid, de medische aspecten en de verwerking daarvan, daarover praat ik vandaag met mijn gasten. Thank you.
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Eenpersoonshuishoudens, ooit een onaanzienlijke categorie in getal, maar tegenwoordig een opvallende groep in onze samenleving. Het einde van de groei is ook nog lang niet in zicht. Wij praten vandaag over de groep alleengaande die nog nooit getrouwd is geweest. Ze is sociaal psychologe, werkt bij het ministerie van Volkshuisvesting en is daarnaast in haar vrije tijd intensief betrokken bij het CISA. Welkom Leni de Zwaan. Dank u. Het CISA, wat is dat precies? Ik ga nu praten met een aantal mensen die nooit getrouwd zijn. Trudy Overkleeft, het alleen blijven, was dat voor jou een bewuste keus? Of is het je opgedragen aan de dochter van Fapie? Ik wens u alvast goede paasdagen toe en ik hoop tot volgende week. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Van der Poel is mijn volgende gasten. Zij is orthopedagoog en werkt bij twee stichtingen voor diverse woonvormen voor verstandelijk gehandicapten in Rotterdam. Welkom Leni. Dankjewel. Ik las laatst dat als je vroeger een verstandelijk handicap had, dat je... Ja. Het is weer tijd voor de vraag van de week. En daarin hebben we een brief gekregen van een mevrouw die een verstandelijk gehandicapt kind heeft. Ze schrijven: beste Tonneke en Henk, we hebben een zoontje van 6 jaar die verstandelijk en lichamelijk vertent. Ze spelen Les Veuilles Mortes en ik hoop u volgende week weer terug te zien. Graag tot dan. Thank you.
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Boze buren, knallende deuren, harde woorden. Inmiddels is aangeschoven Gerrit Kroeks, hij is politieman. Welkom Gerrit. In je functie van politieagent word je natuurlijk regelmatig geconfronteerd. Op 19 april was het 50 jaar geleden. Vraag van de week, een mevrouw die ons een brief heeft geschreven over haar boosheid. Ze schrijft even de komende Vrouwendag. Ik hoop er volgende week weer te zijn. Graag tot dan. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Weet u wat mantelzorg is? Mevrouw, heeft u enig idee wat mantelzorg is? Ik denk thuiszorg. En u mevrouw? Ja, om ernstig zieke of verstandelijk gehandicapten thuis te verzorgen. Nou, u heeft een aantal meningen gehoord van dames hier uit het publiek. We praten zo verder over wat mantelzorg precies is. Jan Rutte is iemand die alle...
En dan wil ik eigenlijk even naar de zaal toe. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Ja, het is ongelooflijk wat je vandaag de dag eigenlijk aan narigheid in de krant leest. Ook 1992 is aan Nederland niet ongemerkt voorbij gegaan. Denkt u maar aan de vliegramp in de Bijlmermeer, het treinongeluk bij Hoofddorp en ook de vliegramp in Faro in Portugal. En ook dit jaar. Thank you.
hoop er volgende week ook weer bij te zijn. Graag tot dan. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, te roe. Dat versje kennen we allemaal. Strafverbindende opvoeding, dat is ons onderwerp van... Ik heb net een gesprekje gehad met een aantal kinderen en ik wil nu even naar de moeders toe. Jos, eerste vraag aan jou. Dat strafverbindende opvoeding een moeilijk onderwerp is, dat blijkt ook uit de brief van de week die Tonneke en Henk ontvingen. Een mevrouw schrijft, beste...
U wordt van harte uitgenodigd voor een van de volgende activiteiten. Welkom bij Vrouw Zijn. Dit is Ingmar. Ja, hij is niet zo heel erg tevreden bij mij. We liever naar zijn eigen moeder terug. Soms dan kunnen baby's enorm huilen. En ze willen wat tegen u zeggen, maar u weet niet wat. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Communiceren met kinderen. Ik ga Ingmar gauw zijn moeder teruggeven. Huilen is voor baby's een manier van praten, maar soms wordt dat de ouders en ook de omgeving wel eens wat te veel. Elk kind laat wel eens merken dat hij hier is door te huilen of door vervelend of lastig te zijn. Dat eigenlijk helemaal niet gek is, daar weet Hetty van der Rijt alles van. Ze heeft samen met haar man... Ik gaf net al aan dat communiceren met kleine kinderen, dat ik dat vaak erg moeilijk vind. Maar dat het met wat oudere kinderen ook moeilijk kan zijn, dat blijkt uit de brief te zijn. Ik hoop u ook. Tot dan. Als het goed is, kun je morgen weer naar je bed staan. In de straat, hè? Ja. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Televisie kijken doen we bijna allemaal. De een wat meer, de ander wat minder. Maar hebben we enig idee welke invloed dat op ons heeft? Daarover praat ik vandaag met mijn gasten.
Mevrouw, wat is uw favoriete televisieprogramma? Flying Doctors vind ik erg leuk. En u, mevrouw? Nou, de klok. Op elke doordeweekse dag kijken duizenden kinderen naar Klokhuis en veel ouders kijken mee. Het is een informatief NOS-kinderprogramma met een grote kijkdichtheid. Graag tot dan. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Heeft u wel eens gemerkt hoe vaak wij Nederlanders het woord leuk en gezellig gebruiken? Het zijn ook echt Nederlandse woorden, ze zijn moeilijk te vertalen. Maar ze roepen wel iets op, een gevoel waarbij je prettig voelt. En vooral in huis willen wij heel graag dat het gezellig is. Als we het niet fijn hebben, dan denken we, hoe komt dat? En als het dat wel is, dan genieten we daarvan. Kortom, sfeer maken, hoe doe je dat? Tot dan. We komen nog even bij je terug met een belangrijke mededeling. Volgende week. Welkom bij Vrouw Zijn. Vrouwen zeggen dat het een mannenkwaal is en mannen zeggen dat vooral vrouwen er last van hebben. Jaloezie, het is er opeens.
En dan barst er een ratje toe van gevoelens bij je los. En zie daar maar eens mee om te gaan. Het kan te maken hebben met je relatie, maar ook met dingen willen hebben die een ander doet. Ja, jaloezie, daar hebben we het nog steeds over. Ook Tonneke Bijker en Henk Bieling. Maandag 22 maart is er weer een provinciale ledenvergadering. Olga, je bent gevangenbewaarster. Gaat het nou zo als je iemand naar de cel brengt? Ja, dat klopt. We lopen altijd achter iemand aan. Ja. Ja, zo gaat het dus in werkelijkheid in de gevangenis. Dat is ook ons onderwerp van vandaag, vrouw in gevangenis. En ik kan u verzekeren, het is een heel onaangenaam gevoel om iemand steeds zo achter je te hebben lopen. Een onvrij gevoel. Jij bent gevangenbewaarster geworden. Hoe kom je ertoe om zoiets te gaan doen? Ik was op zoek naar een hele andere baan dan. Aan tafel twee vrouwen waarvan de een geregeld en de ander dagelijks met het gevangeniswezen te maken heeft. Direct rechts van mij Hilde van Ransbeek, ze is criminologe en tot voor kort beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie. En na... Voor veel mensen is gevangen.
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. U kent natuurlijk allemaal het spreekwoord kleren maken de man. Maar geldt dat ook voor de vrouw? Bepaalt kleding haar wezen? Of laat ze door haar kleding zien wie ze is? In de komende 50 minuten hopen we daar een antwoord op te krijgen. In het dorp Bunschoten Spakenburg zijn nog ongeveer 700 vrouwen die in klederdracht lopen. Nog aardig wat. Liesje de Jong en Wijpje Koelewijn zijn er twee van en ze zijn hier vanmorgen. Welkom. Wat jullie hier nou aan hebben? Naast mij aan tafel zitten Jodie Peers en Ellen Kraal uit Amsterdam. Welkom. We hebben het over kleren maken de vrouw in deze uitzending. Wat jullie aan hebben, voelen jullie daar goed in? Ja, heel goed. Ja? Heeft u wel eens raapstelen gegeten? Nou, ik niet. Maar misschien dat Sonje van der Roer ze zo lekker klaarmaakt dat ik het ook eens ga proberen. Wat natuurlijk niet mag ontbreken in een programma over kleding is iemand die kleding ontwerpt. En wel heel bijzondere kleding, namelijk theaterkostuums. Welkom Thea Looijen. Hallo. Als jij een kostuum maakt voor iemand, ik hoop er volgende week weer te zijn. En blijft u nog even kijken, want u krijgt zo nog een aankondiging voor de komende Vrouwendag op 8 mei. Graag tot over een week. Dag. En welkom bij Vrouw Zijn. U bent de hele dag druk geweest en u ploft op de bank neer 's avonds om eens heerlijk in een boek te duiken. En dan gaat de telefoon, de buurvrouw. Of u even op de kinderen wilt komen passen. Wat doet u? Verzamelt u al uw kracht en pakt u jas en u gaat? Of zegt u, nee, ik heb andere plannen vanavond? Laat u de dingen gebeuren op u afkomen of komt u voor uzelf op? Velen zullen zich herkennen in deze vraag, waarom moet ik altijd helpen? Voor jezelf, maar dan niet op een. Ik praat met Nico van de Voeten, Gep Ketel en een aantal gasten over ons onderwerp, waarom moet ik altijd helpen?
Jannie van Nederpelt. Als ik dat zeg, waarom moet ik altijd helpen? Herken je dat? Ja, zeker. Ja? Ja. Vertel eens. Jorien Visser leeft met haar gezin in een woonproject vanuit Stichting Timon. Welkom, Jorien. Wat is dat woonproject precies? Graag tot dan. Mijn volgende gast is Wim Sloos. Hij is kinderpsychiater en parttime verbonden aan TGV in Den Bosch. Welkom Wim. TGV, die term is nou al een paar keer... We hebben het in dit programma over TGV, therapeutische gezinsverpleging... En ik neem aan dat er onder het publiek... Zoals ik aan het begin van het programma al vermeldde, zijn Tonneke Bijker en Henk Binnendijk niet aanwezig. Maar we zijn heel blij dat dominee Orlando Botten...
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Familie, je houdt ervan of je houdt er niet van. Feit is dat familie er is en zal blijven. Familiebanden, wat betekent het? Wat houdt het in? Wat heb je eraan? Wie daar zeker over kan meepraten is de familie Keuter. We hebben twee tafels vol met de familie Keuter. 9 personen, allemaal hartelijk welkom. Bertus, hoeveelste kind in de rij ben jij? 6e. Word jij nou door je vader en moeder opgevoed? Anneke trouwde 6 jaar geleden met Harry van der Beek. Zij bracht uit haar eerste huwelijk 2 kinderen mee en hij 3. Een zogenaamd samengesteld gezin. Welkom Anneke, Maarten, Tjeerd en Arjan. We hebben net van een aantal... Bij Dien Caldewij en Wim Hartman is in de relatie met hun moeder het een en ander veranderd door omstandigheden. Welkom Dien en Wim. Dien, je bent niet alleen kind van je moeder, maar ook de moeder van je moeder. We zijn allemaal deel van de familie. Voordat we dit programma maakten had ik er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Mijn familie, ja, die waren er gewoon. Maar dat er redenen zijn waarom je dingen doet zoals je ze doet in je gezin, dat was voor mij volkomen nieuw. Voor wie dat beslist niet nieuw is en niet... We zijn weer toe aan de vraag van de week. Ook deze week met dominee Orlando Bottenblij en Tjitske Lemstra. Beide welkom. Een mevrouw schrijft ons het volgende. Wat moet je aan met een moeder van 72 jaar, B5 1200 AC in Hilversum? Het Vapila Verteen Quartet speelt nog voor ons. En wel het nummer Avalon. Ik hoop er volgende week weer te zijn. Ik hoop u ook graag tot dan. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Trouw is weer populair in Nederland. In 1988 werden er bijna 88.000 huwelijken gesloten. En in 1991 waren dat er bijna 95.000. Ja, de trouwdag is toch ook vaak de mooiste dag van je leven. Maar wat gebeurt er de jaren daarna als sommige dingen niet meer zo vanzelfsprekend of makkelijk gaan? Is je huwelijk dan ook nog steeds de moeite waard?
Fineke, je bent ruim 25 jaar getrouwd met Dick van Heusden. Nou, ik kan me voorstellen, 25 jaar, dat verloopt niet altijd even gladjes allemaal. Waarom is voor jou je huwelijk nou toch de moeite waard? Ja, zoals ik in de introductie van dit programma al zei, het is druk op de huwelijksmarkt. Iemand die daar geregeld mee te maken heeft, is ambtenaar van de burgerlijke stand, Gerrie Minnesma. Het 150ste huwelijk dat ze onlangs voltrok, was dat van haar eigen broer. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Sparen is uit en hebben is in. En daarom staan we met z'n allen in Nederland meer dan 15 miljard gulden in het krijt. En daar zijn de hypotheken en de postorderbedrijven nog niet eens bijgerekend. Koop nu, betaal later acties, winkelpasjes, klantenkaarten. Ze nodigen je allemaal uit en halen je over om op de pof te kopen. Schulden aangaan en leningen. Daar praten we vandaag over. We gaan nu praten met drie echtparen die we naar aanleiding van ons thema hebben uitgenodigd voor morgen. Volgende week weer te zijn. Graag tot dan.
Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Ja, een jachtig leven, een druk bestaan, werk dat af moet. Iedereen weet dat dat wel eens te veel kan worden. Stress is de laatste paar jaar zelfs de grootste veroorzaker van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het wordt de hoogste tijd om eens te gaan ontspannen. Maal niet doet. En ook. Stress en. In de vorige reportage zagen we de techniek aquarelleren. Dit is een verftechniek met speciaal papier. Hoe dat papier gemaakt wordt, dat ziet te zijn. Graag tot dan. Goedemorgen, welkom bij Vrouw Zijn. Vandaag een heel ander sfeertje dan u van ons gewend bent. Het is dan ook de laatste uitzending van dit seizoen. En vanwege die laatste uitzending een heel ander soort onderwerp. We gaan kijken naar hedendaagse kunst. We hebben een paar fantastische kunstenaars te gast die gaan vertellen over hun werk en hun ideeën. Hij is docent tekenen aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en hij is beeldend kunstenaar, Henk Pietersma. Welkom Henk. Nou, Pietersma, een echte Friese naam. Ik heb horen zeggen dat Friese altijd oprecht, eerlijk en nuchter zijn. Is dat zo? Nou, dat zal vast wel. Ja? De volgende gast is ontwerper en beeldend kunstenaar Wiert Douglas. Welkom Wiert. We zitten hier bij jouw schilderijen. Ja. Maar voordat we naar gaan kijken, er is nogal het een en ander aan vooraf gegaan. Hè? Toen je tot schilderen van die schilderijen bent gekomen. Thank you.
Een heel andere manier van werken heeft de volgende kunstenares. Zij maakt textiele schilderijen en de laatste tijd vooral in opdracht van kerken. Margreet Scholten. Welkom, Margreet. Ja, je hebt kanselkleden meegebracht en... Ik wou graag wat. Toe. En tot oktober aanstaande. Graag tot dan. Dag.